Poppetje en Albert, fijne mensen. Nou ja, de meeste dan. We zijn er ook bij die. We zijn gewoon geabonneerd om te kijken of ik in de fout ga. Zal niet snel gebeuren, want ja, ik heb over alles heb ik nagedacht en denk ik nog steeds na. Ook al lijkt het af en toe niet zo, maar met alles wat ik doe, doe ik met een plan en een reden. En mensen die wel eens zeggen van ja, je probeert te vissen, van ja, je bent altijd alleen, je redt je wel en zo. Nee, dat lijkt me zo, ik ben niet altijd alleen. Sta ik nog bijna nooit, ook niet als ik op pad ga, staat er wel een of andere pion, de film of wat dan ook. Dat is het mooie, ik heb heel veel bewijzen en heel veel feiten. Maar meestal wat ik hier op post, op filmpjes zo, zijn meestal de kutste of de slechtste of wat dan ook, maar hele kut filmpjes. Want dit hoef ik niet, dit is voor mijn kleindochter en voor niemand anders. En mensen wat zich misdragen hier met Thailand, moeven. Al moeven, kijken de eens aan en ik heb altijd wel een gevatte opmerking terug van die sukkels. Want die weten niet wat ze zeggen, weet je. Ook het kanaal, je beste vriend kijkt met je mee. Ik was gisteren eens op dat kanaal gecheckt, want hij zegt mij nooit met verkeerde intenties neergezet te hebben. En ja, ben ik niet helemaal met hem eens, want dat hele kanaal is ervoor. En hij is ook een videre puppet. En dus bij deze, ik heb het gisteren op je kanaal gezet, al mijn filmpjes weg. Die mafkees, ja, je weet wel wie ik bedoel. Die heb ik gewaarschuwd, die andere twee ook. Bij die ene ben ik in de deur geweest. Ik heb dat filmpje, toen ik nog in Vlissingen, bij Vlissingen, heb ik in dat dorp een filmpje gemaakt en gepost en gezegd, you know and you know. En toen wist ik dat allemaal. Want ja, Jurgen S. is wel zo dom, die heeft mij zoveel informatie gegeven en daarmee ook weer heel veel anderen. Ja, dat vond ik zo mooi aan Marijke. En Marijke, top, wat een kanjer wat die allemaal doet, die vrouw. Zeg ik nog, ze hebben een handjevol strijders, echte strijders, die het verschil maken in dit land. Dus Roddelpraat er eentje van. Axel Sos, ook wel. Alle kan Axel, hoe die ook schreeuwt en oes schreeuwt en Brani probeert te maken. En de sterkste vechter van Nederland, dingen met vechten in Nederland is geweest, nummer 1 en zo. Wat ik in Boys heb gedaan. En ik kan dat zeggen, want ik heb feiten, ik vraag me echt en zo. Wat ik gedaan heb in Nederlandse Boys, heeft niemand gedaan. Nee, in Nederland, niemand. Ik kan en durf dat te zeggen. Ik heb in isoleercellen, heb ik hash gerookt gewoon. Probeer maar eens hash in een isoleercel te krijgen. Of heroïne snuiven. Ja, snuiven, ja. Want ze konden me nooit pakken. Alleen met urine trollen natuurlijk. Kon niet frauderen, dus moest. En nou ja, ik kreeg het toch binnen, maar bezoek moest ik niet afnemen. En daar zat een bewaarder bij, want ik ging of lezen of even op de gang. En dan had ik dan, hop, mijn kluis in, waar ik alleen de sleutel van heb. Echt, ik heb geld verdiend, alcohol gedistilleerd in de bars. Echt, tot 80% dat je in de kleur van de vlam zag, zoals je moest zeggen, als met die buitjes, in de kleur van de vlam zag, hoeveel procent dat die was. Want als je een geel, of een groene vlam krijgt, dan weet je, ons ethanol, niet goed. Ja, 60 euro de liter, ik ging met de pakkenballen die ringen. En het personeel zei, oh, je drinkt veel water, hoor. Ja, ik heb veel dorst, weet je. Echt waar. Ik kan dat zeggen, wat ik in Baars heb geflikt, ook met betrekking tot de pedo's, met betrekking tot Sander Veen, die Rotterdamse politieagent, die Millie Boelen. Ja, ik heb het al vaker gezegd, wil ik niet. Maar ik had wel stress op internet, ook weer op Facebook. Ik moet het niet doen, ik haat het zo. En hun zijn allemaal schuld, ze hebben me gedwongen tot dit. Ik wou het nooit doen. Maar goed, daar betalen ze nou voor. Want zonder dat ik dit heb gebruikt, het internet, heb ik zoveel informatie. Hè? Want ik heb nog wel eens een blauwe man, die psychologie gestudeerd. Hè? Ik zeg gewoon eens, mensen, ik hoef een mens maar te zien en dan stel ik twee vragen en dan weet ik precies wat ik aan die persoon heb, wie het is, wat het is en noem maar op. En dan zeggen mensen wel eens, ja, welke vragen? Ja, dan moet ik eerst een persoon voor me krijgen en dan is het een man of een vrouw, hoe is die gekneed? En dan kun je alleen een goed beeld van maken. Want ik ben ermee gestorven, want psychologie betekent in het Latijns kijken in de ziel, weet je. En dat als je psychologen één ding niet doen, dan is het kijken in je ziel. En ja, ik heb weer geflipt, want vrienden van me ook, die jeugdvrienden zijn, heb ik
heb ik de mening gezegd. Want kijk, ik kan zeggen over Poetin, maar ik, oh ja, ik heb een vlag besteld van Polen. 1350, of Polen, wat zeg ik? Polen, Russie. Van dingen, maar dan zeggen ze van ja, Poetin hoort ook bij. Ja, Poetin hoort ook tot een van die, hoorde, ik weet het niet hoe nou zit, tot een van die 36 grootloges van de Rothschilds. Waaronder die kleine vrijmetselsloges zijn. Maar ik krijg voor mij voordeel van de twijfel. En als je net zoals Trump ook zoveel kinderen hebt en je zegt, zoals Poetin 7 jaar geleden, wat ja, in de perverse conferentie naast Pedro Mark. Van als wij een pedopartij zouden hebben, dan zouden we ons nationale garde, of de, weet ik, de regeringstroep of zo, zouden uitrukken. En dan stond Markje bij, de loser. Eigen mensen. Ik zeg wel eens jongens van 17 jaar en zo. Zeg van, jongens, kijk eens maar, kijk eens wat er staat. De grootste loser. De grootste nerd van Nederland. En de echte grootste nerd van Nederland. Kijk hem nou. En kijk met betrekking tot Mark de Troe en alles. En die foto wat er is van hem met Rita Verdonktrop en Paul Reuzenmuller en die ene met dat bruidje. Er zijn mensen die zeggen het is Mark de Troe. Maar misschien is er wel Janst van welke partij was je nou? Ja, weet ik even niet. Maar dat is volgens mij ook de enige foto van hem. Maar ja, doe eerst eens onderzoek. Voordat je met Dutroux begint. Nou is dat wel waar met Dutroux, dat dan niet, maar ook met Trump. Ik weet, aan het begin, toen iedereen in de lockdown zat, kregen wij foto's, telefoongesprekken van mensen in Central Park. Van, oh my god, they're taking children out of the tunnels. In Central Park, die boot, die witte boot, die grote, met dat grote kruis erop. Dat was niet voor corona-slachtoffers. Dat was voor kinderen, daar hebben ze een babybadge, een speelgoed en alles. Die boot gaan. Kinderen, baby's zie je, half tijger, half baby. Of, ja, je kunt het je niet voorstellen wat ik heb gezien. En ik ben hier al 25 jaar mee bezig en voorbereiding heb ik getrokken. Want ik heb het ook, toen ik mijn dochter in 2019 leerde kennen. Ik wist niet eens dat ik nog een dochter had die nou binnenkort 34 wordt. Ik was een maand 18 toen ze geboren werd, wist ik niet. Dus ik zat in een hele rollercoaster, maar in ieder geval... Toen zei ik ook bij haar en haar vriend toen, ergens in een provincie. Ik zeg, volgend jaar begint de Tweede Wereldoorlog 2.0. Je zegt dan vriend tegen mij, ja, maar me daar nou druk om te maken. Ik zeg, ik maak me er ook niet druk om. Ik weet al heel lang dat het gebeurt. Dus ik heb mijn maatregelen en mijn plannen allemaal getroffen. Want ook nou met Hubert dan, met twee gemeenteambtenaren zo, dat is niet wat ik heb gevraagd. En ze willen gewoon, ze willen toch doorgaan met een ontmoedigingsbeleid. Kom maar, ik heb heel veel bewijs verzameld. En je kunt het telefoon pakken voor bewijs of zo. Ik heb zoveel informatiedragers, zal ik maar zeggen. En je kunt die kleine dingen... Kun je ook nog inslikken als je bijna een minuut voorsprong hebt bij een inval. Ja, politie in Nederland is zo slim niet, mensen. En ze kunnen niks alleen. Ze kunnen alleen maar met een team en een team. Tada, en met dit hier. Ze denken dat dit... Mensen, ze zijn niet zo slim. Ik durf iedereen nou die dat filmpje ziet, durf ik uit te dagen. Als je meer dan 3 diplomas hebt, dan mag je komen. En geen zwemdiploma's. Absoluut geen zwemdiploma's. Nou, als je meer dan 5 diploma's hebt, dan mag je ook komen. Dat durf ik te zeggen. Als je meer dan 5 diploma's hebt, kom maar. Mensen zeggen, ja, die is gek. Als ik één ding niet ben, dan is het gek. Dat ligt eraan wat je definitie van gek pakt. Want, kijk, dit is niks mis bij me. Ik ben excentriek, dat is. En dat is ook een probleem met die demons allemaal, met die haren zo. En daarom ben ik er ook weggebleven, alleen maar voor mijn plan duidelijk te maken. Die mensen, ja, die gunnen elkaar de licht in de ogen niet en zo trouwens een paar rotcenten die dingen doen, ja, echt, trouwens Geijinga ook, weet je, die mij toen, ik was toen in Barneveld, de eerste keer, waarom had ik hem gemist? Nee, in Barneveld, was ik voor die van Police for Freedom, ik zeg het verkeerd. Was ik in, ja, dat had ik, ik zeg in Amersfoort, dat was met die Dennis Baanstraat. Die zei, want dat in Eindhoven, zei die, ik geloof bij Welsmert, zei die,
Ja, voor die vrouw had die waterkanon tegen het hoofd kreeg, poging tot moord. Ja, zegt hij, ik zeg dan wel eens van, wat nou als je vrouw van tevoren heeft gebeld? Ik heb een bom. En daarom is dat van gisteren ook allemaal. Ik kan 100 dingen opnoemen van eergisteren met die false flag. Dat was gewoon een bodypack wat hij om had. Kijk, iemand die echt zijn plannen heeft, die gaat zich dat zo net als of gaat in die knieën zo'n ding. Dat was gewoon, dat was allemaal, dat hadden ze op de plank liggen en zo. Maar toen kwam dat met Jumbo, met Glennis Lees natuurlijk. Wat moeten ze doen? Wat even, pak met een Albertijn vrachtwagen. Dat was nieuw met plannen en zo. En ik kan je zoveel dingen opnoemen dat nog maar mensen zeggen van, oh ja, dat klopt, weet je. Want als je weet hoe ze werken, zie je het. Ze zijn zo berekenbaar. Echt waar. Maar ja, ik heb mijn best gedaan, 2 jaar. Ik ga naar Zuid-Limburg, morgen is oude Iverbal, ik ga kanon vieren. Heb ik wel verdiend. Ja, was het mooi. Vandaag vooral is het mooi zijn. Aken, oude Iverbal, Weibervastnacht. Dan, dat is niet meer normaal. Ik knippen die wijven, om 12 uur 's middags stropt dat als niet mannen. En dan een grote tent en zo. Mooi. Oh ja, nog wat zeggen, Reinga, die zei... Toen ik dat zei van die Jurgen Smeets toen, Amersfoort was het, ja. Zei hij tegen mij toen dat zei, heb je ook het adres van Remco D en zo? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ja, zegt hij, je moet achter die lijn lopen. Bam, grote fout van natuurlijk. Jij moet mij niet zeggen, loop hier achter die lijn. Gewoon op de straat of zo. Wie ben jij om mij te zeggen, loop achter die lijn? Ja, mensen, ik denk dat jullie langzaam weten, weet je. Ik hoef niet stoer te doen. Ben stoer, dat heb je of dat heb je niet. En diegene ook, dus straks had er iemand gereageerd, maar die weggooien op het kanaal. Maar kijk maar uit, is jou niet paar NSB'er. Nou, wat ik heb gedaan en hoeveel mensen dat ik gered heb, en vooral kinderen laatste paar jaar. Dat zijn er geen tientallen. Dat zijn er meer dan honderden. Ik heb de bewijzen. En dat is wat ik doe. Want vader vergeven. Ze weten niet wat ze doen. Poppetje. Kou bij jou. Haha. Abo. Doei.